Get ready with us on Saturday night, but then on Thursday. Ik weet niet, zo heel dat beeld weer verplaatsen. Nee, hij heeft een pootje. Ha! Welcome to I'm Scree. Ik ga een beetje uitstallen. Wil je dat gaan? Nee. Okay, Sarah, wel zo. Ik wou het zeggen, dit is van jullie Sarah, maar het is gewoon van Sarah alleen natuurlijk. Maar ik doe wel helft met Sarah met hem. Ja, ik ook wel. Zij nou, mag ik mijn wijntje op Atta? Nee. Oh, dat wil ik eigenlijk mag wel. Mag ik wil het ook, zonder eerste Atta? Ja. Hé, hey, Arm, gaan de eerste wijntje Atta. Oké, eerste wijntje gaan we Atta, want het is toch een pislaag. Nou, cheers! Cheers, op een hele mooie avond. Goed idee, mee. Zo, daar ben ik niet van hier aan gewend. Nee! Dit komt door de druk van de camera, denk ik. Als ik al gezegd heb, stop. Oh, ik vond het niet echt druk. Maar ik vind het wel, ik vind het prima hoor. Ik heb wel dorst. Ook. Ik heb ook heel veel dorst. Ik heb ook heel veel dorst. Ik heb wel gevoel dat er meer mensen meekijken. Dus ik moet wel kijken. Nu beginnen we even lekker warm. Hoi allemaal! Welkom bij een nieuwe video. Met hele leuke gasten. Oh, we zitten echt niet goed. Jij moet maar ik daar zie heen. Mezelf ja. Niet. Bij autisme zijn twee wit en zwart. Ja, dat kan ook niet. Zullen we redden voor een wit, ja. Nee, jawel. Nee! Nou, we gaan dus een glam with us doen. We gaan vooral niet focussen op de make-up en wel op de gezelligheid. Op de, ja, gewoon op het klaarmaken. Ja. Ja. Want wij hebben dit elke zaterdag, of eigenlijk vaak als we iets leuks gaan doen, een festival uitgaan, gaan we met elkaar opmaken. Dus eigenlijk wel leuk als we het gewoon filmen. Ja. Maar als dat een dikke muziek te knallen, maar ja, dat kan muziek niet. En meestal hebben we er ook nog snackjes van de snackbar ja. bij. Ja, gewoon aan eten. Dat is zeg maar onze liedje. Maar nu gaan we uit eten. We gaan uit in Amsterdam, dus helemaal leuk. Gaan we met de vraag gewoon beginnen meteen? Ja. Om de beurt gewoon eentje doen. Ja. Hé, hey, had je crèmetje? Ja. Wat is dat dan? Oh, het gekste moment dat we hebben meegemaakt. Zo is het kokos! Cookies and cream. Cookies and cream. Oh, misschien is het beter leuk om te beginnen, want die vraag is ook wel vaak hoe we elkaar kennen. Echt? Krijg je dat nog steeds? Ja. Nou, voor de 100ste keer. Wij zijn nichtjes. Anne. Ja, Anne en ik. Oh ja, toen kleerde die R. Anne en ik zijn nichtjes. Ja, ze hebben dezelfde achternaam. Nee, het zijn niet zusjes, wel familie. Ja. Dus dat. Volle nichten. Echt een En verder kennen we elkaar eigenlijk al heel lang. Uit de buurt, want we komen eigenlijk een beetje hetzelfde gemeente, zeg maar. Maar we kennen elkaar eigenlijk door corona. Ja, nou eigenlijk kennen Nina en zij elkaar van uitgaan een beetje voor corona. Ja. Ja. En zij en ik kennen elkaar van... Nina en ik kennen elkaar eigenlijk van Bo. Ja. Ja, echt vroeger. Maar toen we elkaar leren kennen was wel een beetje de tijd dat we op de boot gingen, zo 2 jaar geleden. Ja, door een beetje door dezelfde vrienden ook. Door Stan en jij met jou natuurlijk. Sarah en ik hebben samen in de klas gezeten op Amsterdam. Ja, en met paardrijden. De basisschool. En daarvoor paardrijden. Dus eigenlijk allemaal heel ons leven, maar dan... Zijn we opeens samengekomen. Opeens dikke mik. Ja, maar het is ook ik vind dat zo gek gegaan nog steeds. Een jaar. Ja, maar voor mijn gevoel ken ik, is het al zo lang. Ja. Dat is gewoon... Maar we hebben zoveel gedaan. Je mag het opmaken, hè? Oh ja. Maar ook gewoon... helemaal mijn verhaal. En weet je hoe moeilijk het is om te praten en op te maken? Dat is echt, je gaat Zou ik ook een beetje van deze klein beetje. Want anders zeg je altijd, anders mag je niet controleren. Nee, misschien moet ik wel eventjes toch een start doen. Dat is dus het verhaal, zo kennen we elkaar. Maar het is wel echt gewoon vanaf een jaar geleden, het moment dat we elkaar waren, was het ook meteen... Dikke mik. Nou, meteen elk weekend. Ja, en bij elkaar slapen en... Ik zie jou. Jij hebt een contact in de spiegel. Heel goed. Nu ben nog zo, deze van deze is veel te wit. Oh ja, we zijn zonnebank geweest. Ja. Ja. Mag ik er van jou een beetje Oh, erg. Ja. Maar mijn, ik doe gewoon niet te veel op. Nee, ik ook niet. Want ik, weet je het is? Ik ben lekker bruin nu. Wat dachten jullie over elkaar voordat jullie met elkaar omgingen? Oh, die vind ik leuk. Die vind ik ook leuk. Wat hebben we nu ook? Nou ja, ik had niet heel veel. Ik weet ook wel dat ik, toen jij en Is een beetje bij ons op de boot kwamen en zo. Ik had met Daan en toen... die waren echt helemaal gestoord. Ja. Gewoon. Helemaal gek. En ik vond het wel leuk, want ik ben zelf ook wel een beetje gek. Maar soms was het zo heftig dat ik gewoon dacht van wow, weet je wel. Maar... Aanwezig. Ja, heel aanwezig. Ja. En ja, in principe kan ik daar gewoon wel prima mee omgaan. Want ik vond je altijd wel aardig. Klopt. Ik heb gewoon altijd goed met je kunnen vinden. Ja. Maar op dat moment was ik wel van wow, weet je wel. Er zijn ook nog meiden zoals ik ook ben. Ja. Ja, maar je hebt zeg maar nooit gehad wat je met sommige wat iedereen met sommige andere meiden hebt. Dat je denkt van, pff, vermoeiend of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Het was niet vermoeiend. Het was leven wennen. Ja, want er waren best wel veel meiden bij ons op tijd. Die zijn al best wel stil. Klopt. En die zeggen niet zoveel. En wij waren gewoon helemaal gezellig. Helemaal losbollig. Maar ik vond het juist heel leuk. Maar dat was ik eerste indruk. En eerst was het ook gewoon een beetje van, wat moeten ze nou, weet je wel, op een ja. En van waar komen die vandaan? Maar het was wel meteen gewoon... En van mij, van mij, van mij.
En jullie kennen elkaar eigenlijk altijd al. Mijn eerste indruk van jou, Anne. Nou, vroeger keek ik heel erg tegen je op wel. Oh ja, toen was je maar ouder dan Nien. Dat weet niemand, ik ben 2 jaar ouder dan Nien. Ja. Dus ja, dan was ik vroeger had er gewoon een leeftijdsverschil. Want dan heb je een faseverschil. Mag ik ook al. 15 en 17, 16 en 18, dat is zo anders. Ja, maar toen was ik echt wel gewoon een stuk jonger. Nu maakt het leeftijd niet zoveel meer uit als ik 20 ben. Klopt. Ja, Nien, ja, altijd gewoon mijn schattige, lieve nichtje die me altijd appte. Wat doe je aan met... Ja, heel onzeker. Ja, veel onzekerder dan dat ze nu is. Ja. Maar gewoon, ja, altijd gewoon gezellig. Ja. Wij hebben nooit ook gezeik gehad als nichtjes zijn. Nee, echt, het was altijd leuk altijd als we elkaar zagen. Maar nooit vriendinnen fijn. Nee, die vriendinnen fijn hadden we niet. Nee, maar behalve als we op familiedag waren. Ja. Ja. Maar ja, dan was ik wel altijd nog een jaar ouder. Dus ging jij met het jongere nichtje om en ik met onze oudere nicht. Ja. En van, oh, wat heb jij meegemaakt? Allemaal misschien weet wel van, je hebt het uitgaan dan en die dan. Ja, en mijn idee lenen. Oh ja, jouw idee. Nee, zo. Echt, dat deed jij ook. Ik had ook een jaar gewoon idee gehad. Ja. Ik kwam ze altijd op de scooter, kwam belde ze uit school. Ja. Oh, ik ga naar Amsterdam, mag ik je idee? Ja. Nou, en van Saar, ja. Paardrijden nee, ik ook niet. En toen op school, toen was het eigenlijk heel leuk, want toen waren we altijd... We waren altijd echt met z'n vieren. Ja, Anne had een beste vriendin, ik had een beste vriendin en we gingen wel met z'n vieren met elkaar om. Maar niet dat we echt apart. Zelf... Nee, niet dat Anne dus we gingen altijd met z'n vieren en met drama en zo waren we altijd samen. Ja, want toen daar zaten we wel samen op. Dus dat, ja, het was eigenlijk wel dikke mik, maar buitenschool niet heel erg. Ja, behalve dat je elkaar af en toe zag, maar we gingen nooit echt samen dingen doen. Jullie appten elkaar niet om echt wat te doen. Ja, we appten elkaar over school en over... Het was echt wel een soort school. Ja, gewoon echt een schoolvriendin. Ja, echt een schoolvriendin. Want stel, ik zou je nu niet kennen, dan zou ik wel als ik je tegenkom helemaal met je praten en gek doen en weet je wel. Het zit wel goed dan. Ja. Ja. Maar dat kwam omdat we op school wel echt vaak met z'n vieren waren. Kut! Moet helemaal niet eerst poelen. Nee, komt niet! Maar en ik had bij Anna juist een wat serieuzer gevoel. Ja, jij wist niet ik was ook een jaar jonger, maar ja. Maakt niet heel veel uit. Nee, maar jij wist niet mijn gekke kant. Nee, die wist, maar je had toen ook wel vaak een relatie en zo. Ging wel uit en zo, maar we gewoon net even iets rustiger als ik was. En ik was helemaal single en gek en uitgaan en door en weet ik het allemaal. Ja, van Nina, ik vond jou gewoon altijd echt zo gezellig. Maar we hadden wel gesprekken, maar niet echt zo gesprekken dat we elkaar kenden. Niet echt diep, nee. Een beetje oppervlakkige gesprekken. Maar wel gewoon echt maar leuk. Maar ik vond het altijd helemaal leuk als jij er was. Ik vond het altijd helemaal wel lekker gek doen met jou en gezellig. Het en... voegde wel wat toe als je er was. Gewoon een beetje gezelligheid in de brouwerij. Onze vrienden zijn de beste vrienden, dus dan is dat heel, dan zie je elkaar gewoon meer. En het is gewoon leuk om ook met z'n vieren dan wat te doen. Ja. Kut, wat doe ik? Wat doe ik? Ik ben mascara aan het doen. Nou, het primer kan Nee, maar ik moet nog oogschalen. Ja, maar primers, je bent nog niet heel ver. Iemand zegt sekstips. Nou, even alle tips noemen. Nou, ja, kijk zelf maar even. Ja. Gewoon oefenen. Ja, heel oefening baart kunst. Heel algemene vraag ook. 3 dingen waar je niet zonder mee kan leven. En het kan echt van alles zijn. Telefoon, ja, dat is het is heel cliché te zeggen, maar is wel echt zo. Ja. Ook qua veiligheid en dat soort dingen. Ja, nee, familie. Ook al zou ik het wel willen. Ik zou het verschrikkelijk willen. Ik zou het zo graag willen. Maar nee, ik kan echt niet zonder. Nee, echt niet. Kijk, ik vind die tijd, maar als mijn moeder het hebt over dat je vroeger de huisdeur pakte en ging draaien aan het knopje. Ja. Iemand ging bellen van, kom we gaan mieten. Dat is, of brieven schrijven aan elkaar, hoe romantisch dat is. Ja, nu. Oh, en de tweede? Vriendinnen. Ja, en daarna. Ik zou zeggen mijn vriendinnen. Vrienden, familie natuurlijk, maar ik weet niet. Ja, telefoon, het zijn wel meer dingen dan 3 dingen. Ja, 3 belangrijkste. Ik denk gewoon de mensen om me heen. Mensen die het dichtst bij me staan. Mijn telefoon. Ja, eigenlijk meer dan dat heb ik niet nodig. Nee. Telefoon. En de mensen om heen. Ja, maar eerlijk, wat heb je nog meer nodig? Onderdak. Ja, eten, maar tuurlijk. Maar ja, al ben ik met jullie, ik heb geen onderdak. Nou, dan zeg ik gewoon mijn vriendinnen en mijn vriend. Zouden we wel eens een drunk make-up challenge doen met z'n 3? Ja. Leuk. Ja. Drunk make-up challenge. Dat gaat helemaal goed. Dat is echt super. Hoeveel slokken wijn hebben we op? Nou, sowieso 1 atje al. Nou, zie je hoe hard het gaat bij mij? Dat is goed, dat moet je blijven zeggen, anders vergeet ik het. Ja. Wat drink je dan tijdens het uitgaan? Oh, we beginnen. Ja, en maar beginnen met wijn. Ja, sinds kort zitten de dames aan de appelkorn en twee. Ja. Wijntje sowieso vooraf, heel leuk. Ja. Altijd beginnen we met wijn. Altijd, maar net welke fucking sfeer we zijn, wijn it is. Maar kroegen niet. Nee. Kroeg drink ik geen wijn. Dan zou ik nog eerder met een biertje beginnen. Ja. Altijd thuis een wijntje. Dan gaan we naar de kroeg en dan drinken wij, alle bako. Ik altijd meteen een bako en niet 1. Maar 2, maar 3, maar 4. En dan was er niet 1, maar niet 2. Waar niet 3? Je moet er een keer en ook geen 10.
Zeg even, ik wil weten. Nee, die ene wordt altijd. Ja, en dan drink ik meestal vodka Red Bull. Ja, ik ook. Of als ik echt in Amsterdam ben, soms doe ik er ook even mee om de hype. Apricorn sparoot is dus heel lekker. Dat is natuurlijk gewoon. Apricorn is natuurlijk. Gewoon, het is gewoon appelsap met prik. Ja, maar dan iets lichter dan dat. Maar dat is wel echt zo lekker. Het is makkelijk weg te drinken. Ja, dus dat ja is echt en wij dus echt absoluut geen bako. Nee, ik bako gaat dus dood. Trot uit. Ik ga, maar wij drinken ook wel eens bier. Nou, als ja, ik ook. Bij de voetbal of iets. Wij drinken ja altijd bij tentfeesten. Ja, bij de voetbal drinken tentfeesten bier. Drinken we echt. Echt. Nou, maar ik drink altijd al op tentfeesten wel. Ja, ik dus niet. Ik drink altijd van die gore, zure kutwijn. Ja, dat moet je echt niet doen. Nou, dan ga je zo ziek van. Ja, dan ga je echt dood. Nee, sinds ik bier heb uitgevonden, is echt eerst shit. Dacht ik echt van, nou, het is echt niks voor gaat, mij. Maar, het is, maar je moet ook leren. Ja, het is echt absoluut leren drinken, net zoals met wijn. Ja, wijn noemt je ook eerst Hugo, een kanij. Een... Kanij! Ja, oh, wat vreselijk. Ja, Hugo was ook al zo. Hoe oud, toen, hoe oud waren we toen begonnen met drinken? Ik was 14? 14, ja, denk ik. Ja. Was ik echt zo'n skere kutwijn, maar toen zat ik wel aan de alcohol. Ja. Maar toen, ja. 14 kreeg ik met Daan en toen heb ik zat oh, dat was ook een vraag. Vraag. Hoe lang heeft Nina ja een relatie? Vanaf 14. Ja, dat is maar ik moet zeggen eind 14e, dus ik werd echt binnen 2 maanden 15. Ja, dus één klein pauze tussendoor geweest, maar verder is het eigenlijk altijd. Dus hoe lang is dat nu? Ja, in totaal denk ik 5 jaar als we de pauze even meerekenen. Ja. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, is het ook best wel logisch. Als je op je 14e krijgt dat je een pauze hebt. Ja, op een gegeven moment moet je ook een beetje uitzoeken. Wat wil ja je nou? Is dit het wel, weet je wel? Want je bent niks anders gewend. En uiteindelijk kwam je toch ja, op de conclusie dat het is. Ja, dan weet leuk je wel samen. Ja. Wie van ons is het meest chaotisch? Oeh. Dat ik is denk, echt... Oeh. Ik denk Nina. Ja, ik denk ook Nina. Ik denk ook mezelf. Maar we zijn maar, nee, echt... Nou trouwens, jullie kunnen ook wel chaotisch zijn. Het ligt er een beetje aan wat. Ja. Ja. Lien, jij zegt altijd dat je heel geordend bent, maar je bent in sommige dingen gewoon heel geordend. Ja. Ja. Maar je bent wel autistisch. Ja. Heel erg. Ze is heel autistisch, maar wel chaotisch. Zeg maar, in spullen kwijtraken. Ja. In... Chaotisch is eigenlijk het goede woord. Ja, want je bent niet rommelig. Je nee, je bent niet rommelig of vies of ongeorganiseerd. Nee. Dat totaal niet, maar meer gewoon maar meer een warhoofd. Ik soms probeer zeg maar zo graag gewoon dat ik alles goed op een rijtje heb, maar dat alles zit tegen altijd bij mij. Ik probeer altijd alles goed bij me te houden. Probeer altijd goede planningen te maken. En dan zegt ze weer, dan zegt ze altijd als er bij mij iets bijna fout gaat. Ja, bij jou gaat altijd net aan goed. Bij mij had het echt fout gegaan. Nee, nou, jij hebt echt jij bent soms echt een gelukspikker. Ja. Nou, maar je hebt wel echt geluk dat je pasjes en zo en je telefoon hebt teruggevonden. Ik was dus mijn pasjes kwijt bij tentfeest. Alles, gewoon alles. Noem maar op, mijn pinpas, ID, tankpas, rijbewijs, zorgpas, alles. Dat is echt heel erg. En mijn Chanel lipstift, ik nog wel erg. Ja, ja, die zon had gekregen. Maar toen die dag, daarna hadden we weer die dag tentfeest. En toen ben ik gaan vragen daar. En toen hadden ze gelukkig al mijn pasjes terug, behalve mijn pinpas. Dus heb ik een nieuwe aangevraagd. En je Chanel lipstift. Nou, ja, en ze heeft dus een nieuwe Rabobankpas. Jongens, vraag hem niet aan, want hij is lelijk. Absoluut nooit door. Het is gewoon een wit, skeerke ding. Echt, nou. Hij is echt afschuwelijk. Bij je, ik ben thuis. Wie is bij je? Ja, bij je tasje. Wijn. Volgende vraag, next question. Okay. Wat is het allergekste wat er op vakantie is gebeurd? We zijn... Of de leukste dronken verhalen, die kunnen we wel combineren. Ja. We zijn met elkaar naar Gershel geweest. Ja, dat was maar we hebben niet echt iets geks meegemaakt van... Het kan echt één gek incident of zo. Niet dat we gewoon in één keer... Nou, nee. We hebben wel van ons balkon ding op een auto gegooid en zo. Oh ja, dat is wel echt. En... In het zwembad gezongen met het kleren aan, maar ja, dat is niet heel spannend. Maar we maken gewoon even samenvatting. Oh, echt? Huh? Oh nee, nee, hij zit veel te laag. Ja, ik weet niet, maar in het spiegeltje zit hij nee, te laag. Nee, hij zit in de badkamer. Hé, hey, maar ik moet toch mijn oogschaduw doen? Ja. Kut, ik doe ook eerst mijn... Ja, jij zegt ook niks. Nee, dus jij doet al de oogschaduw. Ja. Ja, saar jongen. Saar, zeg dat dan. Ik had ja, dat fucka jongen. Fucka met je oogschaduw. Fuck. Maar ja, nu ga ik het afmaken. Ja, ik ga nu ook die kut oogschaduw. Ja, zo rommelig gaat het normaal ook en nog rommeliger. Want nu weten we nog wat er mis. Nou, ik heb eigenlijk nu weten we wat er mis. Wat er mis zijn. Oh, en de leukste dronken verhalen. Ja. Wij hebben zoveel gekke dingen meegemaakt. Als ik terugkijk naar mijn filmpjes en Snapchat en iedereen, denk ik echt van... What the fuck doen wij daar? Gewoon, maar kijk, weet je, als je... Als ik één ding mag zeggen, zeg maar, wij zijn, als we uitgaan, alleen maar bezig met kloten. Ja. Wij zijn alleen maar pranks aan het uithalen. Wij zijn zeg maar niet van die geile wijven. Nee, met, wij zien er niet uit.
We staan alleen maar te kloten. Ja, nu straks zien we eruit. Ja. En dan komen we in de club en opeens alles weg. Ja, maar dan gaan we ook gewoon rare dansjes en zo doen. Schreeuwen en raar dansen en... En alleen maar lullen met mensen, met iedereen. Heel die club kennen we opeens. Socialize is wel echt ons ding. Ja, klopt. We zijn alleen maar aan het lullen en aan het socializen met iedereen. Ja, maar dat is gewoon onze vibe. Wel blij dat we alle drie zijn, maar niet sociaal zijn. Ja. En wij zijn ook echt dat als we gaan met z'n drie ergens heen. Ja. En dan komen we aan en dan halen we drankjes met z'n drie. En opeens is iedereen gespreid. Ja. Ja. Die staat daar, die staat daar, die staat daar. En ook ineens valt iemand weg. En dan opeens denk ik, waar zien we? Ja. Anna. En dan ga ik even naar hem toe en dan even shotten. En dan weer opeens weg, ja. En vooral in onze stamkroeg in de buurt, dan zijn wij in Amsterdam zijn we meestal wel een beetje bij elkaar. Ja, en op festival sowieso. Koningsdag, toen ik in Bubbles was, was ik ongeveer 4,5 uur kwijt om daar buiten te lopen. Nou, ik had helemaal stress. Ik naar Daan. Daan, waar is Nina, Nina, weg! Ja, dat was er toen met Paul op die straat gaan lopen. Ja. Oh, eten halen en zo. Ja, maar dat in onze stamkroeg zijn we elkaar altijd bij. Maar dan heb ik ook niet door wie er naar huis gaat. Ja, maar dan zijn we in je eentje of zo, dat heb jij heel vaak. Ja. Anne gaat altijd door. Want wij hebben natuurlijk altijd twee vrienden, ik ga meestal tot eind maar 4 uur of zo. Altijd meestal gewoon tot 7 uur. Ja. Die dan weer een afterparty ergens gevonden. En de volgende ochtend app ik haar van ben je überhaupt thuis? Maar nu zijn echt de rollen dus omgedraaid. Ja. Ja, maar eerst was Anne echt gewoon... Best de relationship girl. Ja, en nu ben ik echt de girl die op tijd naar huis gaat en soms skipt. Maar ja, inderdaad, ik sta altijd in mijn eentje om in ieder geval om 5:30, 6 als de kroeg opeens licht aangaat. En dan kijk ik omheen en denk ik, fuck. Die meiden zijn al nice. Ja, en dan heb je me ook, waarom heb je niks gezegd? Maar dan zeg ik 2 uur later en dan denk ik van, heb je niet gemerkt of zo? En zo vaak zeg ik het ook, maar ja. Dat was nog komt het aan, is een andere vraag. Ja, of ze het nou doorheen, dat weet ik ook niet. Maar dan zit er gewoon de volgende dag. Ik kijk er af en toe in de locatie dat ik me wel zorgen maak dat jij wel thuis komt. Altijd als ik thuis kom, eerst naar de locatie. En als ik wakker word, kijk ik allemaal naar de locatie. Ja, ik kijk echt niet snel locaties. Het boeit me allemaal geen reden waar iedereen is. Maar bij Anne weet ik het gewoon niet. Of ze misschien ergens op... Ja. Of nog in de kroeg staat, achter zo. Ja, of in echt een party. Ergens in Meidrecht staat of zo, of een andere kroeg. Ja. Maar dan meestal ben je altijd wel gewoon thuis. Dus dan is het gewoon, dan weet ik ook gewoon, het zit goed. Maar dan en dan app ik je altijd van, was je avond, Maar het weet je wat het denk ook is? Zeg maar, bij Anne is de drempel hoog om naar huis te gaan. Ze hebben taxi boeken, ze naar huis. Wij fietsen letterlijk met ons vriend naar huis en we liggen in ons bed. Ja, onze vriendjes die wonen dan wel in Nieuwkoop, waar we dus ook die kroeg hebben. Ja, ik weet niet, als je dan toch een vriend hebt en je vriend zegt op een gegeven moment, gaan zullen we lekker gaan? Ja, dan is de verleiding ook. Ja, dan laten we gaan of je blijft wat langer, maar niet heel lang. En dan heb je niet echt de motivatie. Je gaat ook niet snel naar een afterparty of zo. Niemand zegt zeg maar ook tegen mij, zullen we gaan? Ik moet dat zelf bepalen en die grens heb ik. Maar dat heb ik dus ook als ik niet met Stan ben. Ja. Dan sta ik er ook tot 5 uur. Ja. Dat is echt zo. Maar hij moet altijd werken de volgende dag. En moet die lul weer naar zijn werk en vroeg naar huis. En goh. Ja, moet maar weer even leuk doen. Ja, tegen je vriend. Ga maar mee. Het is gewoon echt puur dat ik het fucking leuk vind. Ik kan gewoon niet. Ja. Ja, en omdat Stan, die moet altijd inderdaad vaak werken. En die gaat dan. Het is altijd rond. Ja. Eerst gaat Stan en Saar, dan gaan naar Nina en dan gaan ik. Nee, maar eentje. En dan gaan ik en ik. Ik. Oké, jij. Ik ben even helemaal mijn ordinatie. Ja, ik ben opeens begonnen met mijn mascara. Looklooks! Nee. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet, wordt vaak gevraagd. Ja, hè? Welke mensen staan er op de planning? Verknipt. Ja. En Thuishaven nog een keertje, maar dat moet er nog even erin. Weet je waar ik heen wil? Naar Elro. Dat is in september of zo. Maar is dat niet echt boem? Nee, dat is heel leuk. Maar dat is ook pas in september, dus perfect. Ja. En er staat hier, in welk land zouden jullie graag een rondreis willen maken? Nou, leuk verhaal. Wij wilden eigenlijk deze zomer met de auto naar Italië. Ja. Met z'n drieën. Om te gaan roadtrippen en gek te doen en leuke dingen mee te maken. Ja. Maar we hebben het allemaal best wel druk. En Nina en ik zijn net een bedrijfje gestart. Dus dat... Volg Vibreus bij Anne en Nina. Dus dat kan allemaal net even niet. Hey, no spawn, maar no volg. No spawn, maar volg. Ja. Volgen we terug. Dus we gaan wel even naar Spanje met z'n allen. Ja. Maar we gaan niet roadtrippen. Fucking leuk, want Daan heeft dus een huis in Spanje. Daan's ouders hebben een huis in Spanje gekocht. Dus we gaan er lekker bezoeken. Gaan we lekker even 8 dagjes heen. Maar het is ook gewoon leuk, even een vriendentrip. Maar ook wel fijn dat je dan gewoon in een huis zit. Waar weet je, het is vandaan. Ja. Dus je kan ook gewoon wel thuis. Het is gewoon het soort thuis chill. Wel. Ja. En de buurt, de omgeving is wel leuk. Je hebt leuke dingen. Nee, jij bent er wel geweest. Echt te leuk. Ja, het is echt, dus dat wordt ook helemaal gaaf. Leuk. Nou, volgende vraag. Ik doe er altijd meteen een paar, want ik vind het heel leuk. Hoe blijf je gemotiveerd om te gaan sporten? Nou, dat vind ik ook wel heel veel tips daarvoor. Ja, maar eigenlijk vooral big thing door elkaar. Ja, en ik wil ook één credit geven naar Nina. Ja. Want zij is er zeg maar mee begonnen. Ja, en Saar en ik weet nog wel dat wij 2 maanden, 3 maanden geleden zeiden tegen elkaar. Nou,
ik snap echt niet dat je zo vaak gaat sporten. Nee. En dat zullen wij nooit kunnen. Nee. En ik zei ook elke keer van, meiden, probeer het gewoon, want het is echt leuk. Maar weet je wat het was? We hadden 40 uur in de week stage. Wij snapten het fun niet. Nee, maar we hadden het ook veel te druk. Ja. Je werkt 40 uur in de week, je bent nooit thuis. In het moment dat je thuis was, denk je, ah, oh, yes, ik ben eigenlijk een keer thuis. Ja. Dus het kwam ook gewoon niet uit. Dus nu is het... Ik weet ook niet wat ik met mijn eyeliner zit te doen. Maar dan gaat het ook compleet fout. Maar sporten is gewoon, als je eenmaal... Kijk, het is inderdaad makkelijker als motiveren. Hij zit meteen vast. Zo, het is een mokker. Ja, doe zo maar. Ja, je moet hier, ik heb... Maar het is sowieso motiverend om met mensen te gaan natuurlijk. Maar uiteindelijk, ik denk dat de drempel met mensen makkelijker is. Ja. Maar als je eenmaal gaat, kan je makkelijk alleen. Ja, als je eenmaal gaat, maak je een soort spelletje. Ja, het is een soort... En je moet het ook leuk maken voor jezelf. Je moet er leuke oefeningen vinden. Je moet goed kijken naar wat je doelen zijn. Ja. Als je doelen zijn, het is afvallen of het is meer spier... Ja, spiermassa, dus weet je, en, je kan van alles doen natuurlijk. Kijk, je doelen moeten wel goed zijn en streng zijn, maar uiteindelijk wees niet streng voor jezelf. Maak het vooral lekker leuk en gezellig. Maak het vooral leuk. Ja. Al zijn die oefeningen maar een beetje bedoeld voor datgene wat jij wil. Dat staat altijd in de basic fit. Ook al maak je weinig progress. Je bent dan verder dan degene die thuis op de bank zit. Ja. Nou, en dat is. Dan moet je motivatie zijn van gewoon lekker gaan. Ook al maakt het misschien nu niet mega veel verschil meer voor de zomer, maar... Het is ook om je lekker gewoon in je body te voelen. Ja, je voelt je beter in je vel. En je voelt je voldaan. En als ik thuis kom, voel ik mezelf. Ja. Maar moet ik zeggen dat trouwens, de eerste maand gaat juist heel hard hoor. Met het verschil. Ja, juist. Nu bouw je juist minder op. Daarna wordt het juist wat langzamer. Dus je moet gewoon beginnen. Maar dat is het juist. De eerste maand kan iedereen wel sporten. Maar het is juist om het vol te houden. Dat is het moeilijke. Ja. Nou ja, zoek een maatje. Zoek een sportmaatje. En iemand die precies hetzelfde instaat als jij. Ja, die een beetje even vaak beurt. En misschien ook een beetje dezelfde body heeft. Ja, en ook niet het te hard op jezelf zijn als het een dag niet lukt. Nee, of als je een week even kut hebt gesport. Weet je, dat zit erin. Je voelt je niet elke week krachtig of topfit of helemaal de shit. Zeg maar, als ik me echt goed voel, denk ik van ja, even zin om te pompen, weet je wel. En soms denk ik, nou... Let it go. Ja, maar dan is het ook gewoon normaal. Ja, ik bedoel, ik ben maar mens, toch? En ik denk dat ook, het is een beetje cliché, maar ik denk dat als je leuk sportkleding draagt en je voelt je goed in je kleding, voel ik mijn outfit, voel ik mijn lichaam, mijn sportroutine voelt me beter dan. Ja. Zo'n dag, dan voel ik me echt goed. Dan denk je echt van, ik sta hier, weet je wel. Ja. Lekker gaan. Mag er zijn. Mag er zijn. Welke wijn drinken wij het liefst? Nou ja. Pinootje. Eigenlijk zeggen we altijd Pinot Grigio. Ja. Waarom? Dat het de lekkerste wijn is. Maar nou, weet je wat ik de lekkerste wijn vond? Ja, bij dat restaurant. Bij de rest bij El Barazzo. Bellezza. El Barazzo! Waar was het er? El Palazzo. El Palazzo van de Bachelor. Nee, tot zo. Oh, Bellezza. Ja. Die wijn, jongens. Nou, ik heb nog nooit zulke lekkere wijn op. Maar het was ook wel 100 euro. Oké. Okay. Vind je het niet normaal? Nog eentje, dan geef ik hem door. Wat was onze... Dit gaat even lekker, hè? Wat was onze leukste trip? Ja, ik denk dat ik juist bij ons de kleine dingen leuk vind. Ja. Gewoon even naar Leidseplein, even chillen op het gras. Ik denk dat dat een van de leukste dagen was. Die ene dag, nou wij gingen dus op Leidseplein eerst even een wijntje drinken toch? Gaat er dan een fles de man op of zo volgens mij? Begonnen we daarmee? Nee, we begonnen foto's maken op mijn kantoor. We begonnen met de andere keer misschien. Nee. Oh, nee. Ik ben helemaal warm. Vertel jij maar. Welke dag jij dan? Ja, ik dacht dat we daar naar het Vondelpark in gingen. En daarna gingen we wel Leidseplein. Ja, we waren ook op Leidseplein. Ja, we gingen foto's maken. Foto's maken op kantoor van management. Want we hadden één ziek grachtenpand, super mooi. En toen dachten we van, nou ja, blijf hier wel lekker eten. Is die van mij? Nee. Ja, die is van jou. Deze meer gebruikt. Toen dachten we, nou, blijf wel lekker eten. Ging Leidseplein zitten, flessen wijn drinken. Toen gingen we, dachten we, moeten even hier weg. Weet je, we voelden even de vibe niet meer. Toen gingen we naar de Spar, allemaal flessen wijn halen, zuipen in het Vondelpark. Toen gingen we weer door, weer flessen wijn op het Leidseplein, ja. Het leuke was omdat het zo spontaan was, we hadden allemaal afgesproken om thuis te eten. Ja. En opeens dachten we, nee, we blijven hier gewoon eten. We dachten echt een beetje tijd thuis zijn, een beetje opletten op de tijd. En op een gegeven moment zaten we met z'n allen, zoals even naar Vondel. En toen hebben we een fles wijn gehaald, gingen op het gras zitten. En na die fles wijn zeiden we, oké. We gaan ons gewoon bezatten. Maar hoe zijn we toen naar huis gegaan? Met Heb jij die toch gegeten? Nee. Nee, dat kan niet. Nee, we zijn toch gewoon we gingen met de metro. Oh! Ja, klopt. We zijn met de metro gegaan. Als dat niet was geweest, hadden we uitgegaan. Ja. Gast, nee, dat komt niet! Oh, dat is corona! Dat kon helemaal niet!
Corona. Maar ja, ik vond Groningen ook leuk. Ik nee! Vond... Niet? Nee, jawel. Oh, is dit mijn neus? Ik vond Groningen, Groningen was ook leuk! Dat was echt heel leuk. Maar Gaarzo ook. Oh, ik wil zeggen Antwerpen, maar was het niet bij. Oh ja. Nee, Antwerpen, maar die hadden jullie wel heel leuk. Ja, dat was leuk. Ja, ja, toch? Dat was heel leuk. Maar ook spontaan. Onze spontane dingen zijn altijd leuk. Ja. Ja, omdat je dan toch... Je hebt geen verwachtingen, dus dan wordt het automatisch een superleuke dag. Als je verwachtingen hebt op iets, dan ja... Soms kan het wel tegenvallen ofzo. Volgens mij is dit een keer zo als een begon, ik echt zo... Ja, ik deed het zo meteen. En ik zit helemaal zo in die tafel. Nou, deze eyeliner is nog nooit zo goed gelukt. Kijk, maar ik heb het gevoel dat ik de helft ook heb geslagen. Ja, ik ben ook klaar. Ja, ik ben er klaar bijna. Nee, ik moet nog highlighter, blush. Ik moet ook nog ogen, hoor. Ja, echt wilde ik nog wel iets van een glittertje boven mijn oog, maar ik kijk zo achter. Ja. Welke top doe je nou? Welke kleur blauw? Blauw? Is zilver niet mooi? Ja. Annien? Zilver past wel bij blauw. Dit. Heb je hem wel meegenomen? Ja. Dit is zo mooi. Kijk, dat smeer ik boven mijn oog. Ja? Gewoon zo? Ik ben het ook nog niet helemaal eens met mijn eyeliner, maar... Zal ik een vraagje doen? Laten we wel voor zien. Ja, doe jij maar eens even een vraag. Ik ben echt wel een beetje aangeschoten. Nou, ik... Heb je al een fles wijn op, hè? Maar hoe is het zo hard gegaan? Heb je bijgeschonken al? Nee. Oh. Wel. Oh, ik... Oh. Ik zit zo. Zij heeft dan stiekem opeens bijgeschonken. Nou, stiekem is gewoon voor heel veel gegaan. Ik heb het niet gemerkt. Ja, drunk challenge wordt echt fantastisch, ik zweer het. Hey, wie heeft mokergozers bedacht? Oh, ik weet het al. Dat was die dag van het Vondelpark. Zij is een moker. Ze zat de hele tijd een soort kankers na te doen. Ja, dat vind ik echt een moker. Hey, gozer, geef mij eens even die wijn. Weet je dat hier nou tegen? Ja, moker. Het was de hele tijd moker. Zo mooi die glitters. Ja? Ja, dat is niet normaal. Maar ik moet nog even... Mag ik het doen? Misschien even een beetje een spicy vraag. Ja, mag ik even eerst even zeggen... Dat wat ik zo leuk vind aan ons, is dat wij altijd super supportive zijn naar elkaar. Ja. Dat is ook de reden dat wij werken met z'n drieën. Ja, werken? Dat wij werken met z'n drieën. Ja, maar zag het even door zin. Ja, ik dacht al, oh, leuk. Ja, nee, je hebt gelijk, Anne. Sekstandjes gaan niet nog meer halen. Ja, maar ik gun mijn vriendinnen gewoon alles. Ja. Ik weet dat er mensen zijn die dat niet zo hebben, maar ik kan dat me niet voorstellen gewoon. Nee, en ik merk gewoon... Ik zou nooit iets van jaloezie naar jullie hebben. Nee. Omdat ik denk van, ik heb liever dat jullie er mooi bij lopen dan dat ik er mooi bij loop. Maar ik gewoon weet, als ik jullie zie stralen, denk ik bij mezelf van, oh, dat is mijn avond wel goed. Ja. Voor jezelf red je het wel. Ja. Maar het is kut als iemand anders gekut voelt natuurlijk. Klopt. Nou, ik ga even een stapje. Volgende vraag, maar ik wacht op jou, Anne. Wat staat er op jullie bucketlist om met z'n drieën te doen? Nou, sowieso een wereldreis maken lijkt me fucking leuk. Ja. Of gewoon even naar een heel ver land, ander continent. Sowieso een roadtrip dan. Ja. Gewoon lekker de wereld verkennen, gekke plekken meemaken, gekke dingen. Gewoon naar Mexico of naar Bali of naar ik veel gewoon zoiets. Ja, maar ook gewoon echt even verre plekken, weet je. Ja. Amerika lijkt me ook echt super ziek. Australië, LA, LA, Vegas. Wat hebben we in Vegas? Steeds in Vegas. Ja. Nou, wat is dit voor wonderspul? Ja, dat is echt niet normaal. Oh, mooi. Ongesteldheidscraving. Oh ja, leuk. Bij mij is dat dus niet chocola. Oh. Bij mij is dat echt McDonald's en pizza. Zo vettig mogelijk. Ja. Ja, oh, bij absoluut. Mij is het echt chocola. Nee, ja? Ik kan ook echt het ronddoorstruinen op en zeggen, moeder, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik moet gewoon chocola hebben. Ik haat chocola. Dus dat is wel een ding. Alleen dan. Ik heb maar niet zo vaak chocola. Ik chocola. Zeg dat. Nee, ik chocola. Ik chocola nooit. Nee, zei ik chocola. Nee, je zei ik chocola. Ik eet ook nooit. Wil je wou zeggen, ik chocola. Ik ga terug spoelen, dat is sowieso niet waar. Nee, ik chocola. Nou, echt. Oké, ik chocola. Ik chocola, dat zei ze. Ik spoel het nu erin. Nee, ik chocola. Ik zat eigenlijk nog te denken. Wat we met z'n drieën doen. Ik wil gewoon uit de glitter springen. Wat wil die vraag niet meer? Jij bent al van een fucking hijskraan afgesprongen, joh. Nou, dat ging ook niet op mij. Nee, dat was echt heel erg. Nou, dat is eigenlijk wel het gekste wat we hebben meegemaakt. Trouwens, dat is wel mijn gekste ding, ja. Ja. Nou, mijn ook. Ik kreeg een hartverzakking van jou. En toen ik gewoon heel erg boven gemaakt opeens. Wat? Ik heb me opeens heel veel te veel opgemaakt. Nee. Te veel? Ja, niet? Ken je die meme niet van Martien? Nooit te veel! Te veel, Erika! Handjes, Erika! Nee, het is helemaal niet te veel. We gaan naar Amsterdam. Lekker gaan. Gast, hoe is het te veel opeens? Ja, weet niet. Ik zit opeens gewoon laag om te smeren en dan denk ik van, oh, wow. We
zijn wel eens inderdaad een stuk verder. Oké, vraag. Heb je geld nodig om jezelf verzekerd te voelen? Nee. De juiste mensen om je heen nodig. Ja, geld is echt gewoon niks. Nee. Het is hartstikke leuk, het maakt je leven heel makkelijk. En, ja. Het zal een stuk makkelijker maken, maar, ja. Ja, maar zelfverzekerdheid komt echt van binnen vandaar. Ja. 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 Ik vind juist als je zelfverzekerd bent om je geld, je een beetje een soort lulletje eigenlijk. Ja, maar ik vind ook gewoon zelfverzekerdheid, wat ik merk bij mezelf. Toen ik onzeker was, was juist de tijd dat ik nog bij mijn ouders, dat ik amper werkte, dat ik vroeger jong was. En dat alles voor me werd gedaan. Ja, alles werd betaald en niet je kon alles misschien juist zelfverzekerd als je wat dingen onderneemt. Ja, als je op jezelf komt. Als, ja, of als je wat dingen voor jezelf... Juist op jezelf terechtkomt en dat met jezelf moet doen. En dan merk je pas hoe de shit je bent. Nee, maar geld heb echt... Als jij stoert het om je geld, ja, dan vind je echt gewoon zielig. Ja, dat is gewoon een beetje een sukkel. Kijk, je kan dan ben je dus blijkbaar zo niet tevreden met jezelf dat je maar zo verzekerd gaat zijn om je geld. Zeg maar. Weet je, het is als je... Kijk, het kan zijn als je een hele harde werker bent en dat je trots bent op wat je doet. Tuurlijk. Maar als je te veel opschept, laat alleen maar zien dat je dus ergens niet tevreden bent met jezelf. Tuurlijk mag je trots zijn op wat je doet en wat je bereikt. En dat hoort er gewoon bij. Maar ik vind echt zeker niet dat je daarmee moet opscheppen. Zo, ik ben al bijna klaar. Ik ook. Ik ben eigenlijk al een beetje klaar eigenlijk. Dan moeten we nog het spel doen. Boom it. Ja, dat is leuk. Is er een vraag? Dat zag ik net ook. Wat dan? Oh, wat, hier. Wat zit ik nou op? Wat zit er nou? Verstaanbaar. Je kan hem ook iets. Altijd is een plasje bizar. Nou, boom it, boom. Klaar. Wij gaan ons haar doen. Ja, we gaan ons even outfit gaan en dan zien we straks. En zo. Ik doe het haar. Ja. Hij filmt al. Nou, zo Space in the House. Nou mensen, hey, welkom bij een nieuwe video. Van jou. Hey, we hebben maar één stoel. Oké, Anne. Wat moet ik zeggen? Wat je aan hebt? Geen idee. Waar is het boek van? Hij is Chiquelle. Van Chiquelle. En de top is van Shine. Nee, van My Journey. Echt? Ja. Oh, My Journey en Shine of Shein. En ik heb mijn haar dus gefeund, zoals ik net zei. Beetje poppier. Dat is zo groot. Oké, okay, broek mango, top Shein en haar gekroond. En wow. Sira, oh wacht, leuk Sira. En ook al een shiny. Te veel jongens, maar moet je wel dichtbij. Ja, moet je zo. Van Shein. Oké, okay, deze jurk is van Naked. Geweldig. Leuk. Ja, hey. Schoenen van Shein. Nee. Oh. Nou, gewoon van een random webshop. Webshop Emma. Webshop. Webshop. Ja. Van de Zaar. Shirt van de. Truitje van de Bersk. Van de Bersk. Bersk. Open rug. Mevrouw, ik kort alles af. Nee. En ik heb mijn haar gesteld voor de verandering. Leuk. Ja. Dus. Leuk. And now we're going to Ibiza. Hey. Cheers. Nou, bedankt voor het kijken. Doeg.